Pardon meneer, ja. Sorry, weet u ook waar het waterschap is? Ja, dat is de tweede gangpad links. Merci, merci. Een stad zonder water, dat is toch geen stad? Dat is net mayonaise, maar zonder patat. De Amsterdamse waterschap. De Amsterdamse waterschap. Waterschap houdt zich onder andere bezig met schoon water, recreatie en ze zorgen ervoor dat Amsterdam niet onder water staat. Hoe ze dat doen, dat zoek ik voor je uit. Ja, u ziet een prachtig Amsterdam liggen. We staan hier namelijk op het dak van het kantoor van Waterschap en Waternet. Achter ons ziet u de Amstel. U noemt dat de Amstelboezem, Hilga. Waarom heet dat voor u de Amstelboezem? Want ik heb daar hele andere ideeën bij. Ja, de Amstelboezem, dat kun je eigenlijk ook wel zien als de snelweg voor het water. Er zit hier een heel groot gebied achter. Denk aan Meidrecht, Uithoorn, Amstelveen. Al die gebieden liggen in polders. En al dat water wat in die polders valt, wordt afgevoerd naar de Amstelboezem. Dat gaat via gemalen en dat water gaat op de Amstel en uiteindelijk gaat het naar het IJ, het IJmuiden, naar zee. Dus als ik het dan goed begrijp, worden wij als Amsterdammers opgescheept met al het water van buiten de ring? Nou ja, zo kun je er ook naar kijken, maar het is juist heel mooi. Amsterdam is echt een knooppunt van water, want ook het Amsterdam-Rijnkanaal komt erbij, hè, het Noordzeekanaal. En al dat water van het hele achterliggende gebied mag door Amsterdam stromen en gaat uiteindelijk weer zijn weg vinden naar IJmuiden. En bij IJmuiden kan het op zee geloosd worden. Dat kan deels met een hele grote gemalen, maar als het water laag is op zee, kunnen ze ook gewoon een schuif opentrekken en stroomt het weer een beetje leeg. Kijk, dat klinkt geweldig inderdaad. Eigenlijk wel een eer met al dat water van buiten de ring. Maar wat nou als het zo hard regent of er is zoveel water dat onze Amstel dat niet aan kan? Ja, nou als er heel veel regen valt en al die polders staan allemaal af te wateren en het wordt te hoog, dan hebben we gelukkig nog ons gemaal Zeeburg. Die zetten we echt alleen in bij hoog water. En die pompt het water onder het Amsterdam-Rijnkanaal door naar het IJmeer en uiteindelijk Markermeer, IJsselmeer. Dus zo hebben wij nog een extra groot gemaal. Dat is echt ons grootste gemaal van het waterschap Amstelgooi-en-Vecht. Oh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Daar kan ik ook heen? Natuurlijk! Ga een kijkje nemen, zou ik zeggen. Hallo, dag Pieter. Ik ben Ron. Welkom op het gemaal Zeeburg. Nou, dank u wel. Dit is een van de krachtigste gemalen van Amsterdam, toch? Als ik me niet vergis. Hetzelfde is het grootste en het krachtigste gemaal van het waterschap. Echt waar? Ja. Hoe werkt het dan? Het water komt van die kant, denk ik? Of? Dat heb je goed gezien. Je kijkt hier de Singelgracht in, het Lozingskanaal. Mm-hmm. En de Amstelrivier, de Amstel, die komt hier uiteindelijk hier bij het gemaal terecht. Ja? Zoals de boezem. De Amstel te hoog staat voor de stad Amsterdam, dan kunnen we inmiddels 4 pompen in dit gemaal. Kunnen we het water met 3400 kuub per minuut onder het Amsterdam-Rijnkanaal door naar het IJsselmeer afpompen. Dat wil ik wel zien. Dat is dan, aan die kant komt het water dan eruit. Zal ik je het laten zien? Nou, wat ik je net vertelde over die pompen die al het water uit de grachten verpompen, ja? Dat gaat allemaal door deze 4 leidingen heen. Dus het water komt vandaar, gaat door de pompen hier onder water en dan komt het uit hier, neem ik aan. Wij noemen dit de voorboezem, dit is een soort klein meertje. Dit meertje, die voorboezem, heeft geen koppeling met het IJsselmeer. En dat water gaat door 3 hele grote leidingen onder het Amsterdam-Rijnkanaal door. En zo verpompen we al het water uit die grachten het IJsselmeer op. En sterker nog, we kunnen met het gemaal ook het water uit de voorboezem, mochten we de grachten willen doorspoelen, kunnen we al het water, middels die 4 pompen, zo de grachten, dus de andere kant op pompen. Was dat dan ook, tenminste dat heb ik ooit gelezen, dat ze daarmee met dit gemaal dan de grachten schoonspoelden vroeger, omdat het daar te vies was, en dat ze daarmee iedere nacht de grachten doorspoelden? Schoonspoelen vind ik een beetje een term, het is meer verversen. Of verversen? Je pompt er in een 5 à 6 uren. Pompt hij bijna de hele boezem, dus de hele grachtgordel, pompt hij door met vers water. Gebeurt dat nog steeds? Nee, het is gewoon nu gebleken dat de kwaliteit van het oppervlaktewater dermate goed is, dat het niet meer nodig is. Nou, ja, zelfs de koningin die neemt nog eens een duik tegen. Ziet hij ze? Prima.
Heel veel dank in ieder geval. Blijft u hier nog even staan? Ik loop meteen ook die kant met je op. Mag hoor. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.